Jua, een Canadese oer. Jua betekent in het Swahili zon. Als je de ogen bekijkt, snap je waarom ik hem zo genoemd heb. Isis, een Amerikaanse woestijnbuizen. Die heet al toen zo toen ik gekocht, dat heb ik zo gedaan. Je hoeft niet bang te zijn, zeker niet voor je kinderen. Ik ga straks met Isis vliegen. Nou, die vliegt dagelijks op kasteel Muiderslot tussen de kinderen door. Kijk ze niet naar om, dus wees niet bang. Maar vroeger was op Valkenier iemand met een hoge status, een ridder, graaf, koning, hertog, jonkheer, jonkvrouw. En die ging ermee op jacht met de valk. De valk was de meest gebruikte vogel. Ook de havik werd gebruikt. Die werd gebruikt voor konijnen en hazen. Dat was een vogel van de lage vlucht, noemen we dat. En de valken waren de vogels van de hoge vlucht. En daar werd mee op vogels gejaagd. Dus daarom hadden ze dus alles wat op de grond leef. Dat was de lage vlucht. Alles wat kan vliegen, dat was de hoge vlucht. De meest gebruikte valk was vroeger de slechtvalk. Dat was de snelste vogel ter wereld. Tenminste, is de snelste vogel ter wereld. Dat wisten ze vroeger ook al. Vroeger mocht die daarom ook alleen maar gebruikt worden door de koning en de graven. Die hadden de hoogste functie, dus de beste vogel. Ik vertel dat, het is het snelste dier ter wereld. In een duikvlucht kunnen ze een snelheid halen van 395 km per uur. Dat doen ze in een duikvlucht. Ze gaan omhoog, wachten daar totdat er een vogel voorbij komt. Dan duiken ze naar beneden tegen de vogel aan. Door de klap die dan de vogel krijgt, wordt hij gedood, valt hij op de grond, hoeven ze er alleen nog maar naartoe te vliegen en op te eten. Tegenwoordig doen we iets heel anders. We geven demonstraties op kastelen, scholen, partijtjes, evenementen, trouwerijen. Eigenlijk alles waar een excuus voor is. Een Amerikaanse woestijnbuizen. Het zijn de enige roofvogels ter wereld die in een groep leven. Ook in een groep jagen. Daardoor zijn het sociale dieren makkelijk te trainen. Maar wel heel jachtlustig. Het maakt ze ook trouwens niet uit of ze alleen leven. Dat gebeurt ook, maar het meeste leven ze in groepen. Ze jagen dan ook in groepen. En tijdens de jacht hebben ze ook echt een strategie. Eén daarvan is dat de mannen altijd de prooi opjagen. En de vrouwen de prooi opwachten en die doden. Dat is omdat er maar één verschil is bij roofvogels tussen de mannen en de vrouwen. De kleuren zijn precies hetzelfde, alleen bij de vrouwen. Bij roofvogels zijn alleen de vrouwtjes altijd een derde groter en daardoor zijn ze dus altijd ook nog sterker. Dus bij roofvogels zijn de vrouwen groter en sterker. Leuk jochie. Ja. Maakt niet zo. Ja. Hij heeft haartjes in zijn gezicht. Ja, grotendeels is het zijn het echt donsveers. Ja. Als je goed kijkt, zie je de kleine zwarte haartjes tussen. Ja. Die lopen door tot het begin van de gehoorgang. Ja. Daar vangen ze trillingen mee op en die trillingen trekken dan de gehoorgang in. En zo kunnen ze muizen onder de sneeuw horen lopen. Ja. Net als bij een kat, hè? Ja. Klopt. Ja. Alle vogels hebben een tong.
knieën ook wel. Gebruiken ze eigen knieën om het eten naar achter te schroppen. Die zien met een lepeltje weer terug naar het lichaam. Dan moet je eerst het lepeltje erachter en dan kun je poep. Dan kan je dus terug doen. En dan eigenlijk moet je geen stikseltje, dus dat je de overlevingsfietsjes aan elkaar laat. Dat moet je een half jaar laten zien, dan vergroeit het. En dan vallen ze er niet meer aan. Ja, ik heb het heel mooi. Ja, ik heb het heel mooi. Ik heb het heel mooi.